Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Nederland ligt er zonovergroten bij. Als je heel goed ziet, zie je nog wat wolken boven de Waddenzee en ook boven het zuiden van Limburg. Daar zitten wat meer wolken vanochtend, maar eigenlijk is het een schitterend weer. Volop zonneschijn, temperaturen vanochtend nog wat aan de frisse kant en vanmiddag dan loopt de temperatuur op tot rond 20 graden op uitgebreide schaal. En op sommige plaatsen wordt het 21 of 22 graden. Het is een hele kleine kans op een bui in de noordelijke provincies. Verder blijft het overal droog, er staat weinig wind. Heerlijk zomerweer, iets aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. Maar verder dus uh, weinig te klagen verwacht ik. Vanavond ook nog rustige omstandigheden. En zo rond een uur of negen is het dan 16 graden. Morgen wordt het uh, ietsje warmer dan vandaag, 21 tot 23 graden. Maar aan het einde van de ochtend en in de middag kan er wel hier en daar een bui vallen. De zon schijnt ook van tijd tot tijd en de wind draait van noordoost naar zuidoost. Vrijdag ook enkele buien, vooral in de middag en avond. temperaturen opnieuw boven de 20 graden. Zaterdag wordt het wat wisselvalliger, dan is het meer bewolkt, valt er vaker regen. En zondag is het vooral weer een enkele bui en zeker ook een zonnige periode. Temperaturen blijven boven de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.